Yo gasten, eentje hier, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we Larry en Laurie rang 30 pushen. Ja, helaas heb ik dat net gedaan. Hele rare games. Ik heb alle games hier lekker gewonnen. Niks aan de hand. Ineens kreeg ik de laatste game een free win. Waardoor het saai was. Wou ik een TikTok maken. En daarna heb ik nog een potje gespeeld. Toen is de game van allebei de teammates gecrashed. En toen daarna bij mij. En toen daarna is de gameplay niet opgeslagen. Heb ik maar 40 seconden aan gameplay. Wat heel raar was. En mijn taal werd ineens in het Nederlands gezet. Mid-game. Browsers is heel erg aan het glitchen. De nieuwe browser is in ieder geval heel erg OP. We hebben hem. Het is nu 13 over 10. Dus we hebben hem binnen 2 uur naar rang 30 gepusht. Dus dat is fucking ziek. Mensen, ja, we gaan nu gewoon even nog wat gameplay laten zien. Op rang 30 niveau, I guess. Iets erboven. Want ja, ik wil natuurlijk wel gewoon een video daarvan maken. Ja, ik heb deze browser gekocht voor 18 euro. Zodat ik video's kon maken van een week eerder access. En dan word ik gewoon genaaid. Waardoor die gameplay weg is. Ik weet niet echt hoe dat komt. De Brawl Stars servers waren heel erg aan het glitchen. Misschien heeft dat mijn hele iPad gewoon gefried. Ik had mijn iPad ook in de oplader zitten. Terwijl ik dat deed. Misschien komt het daardoor. I don't know. Het is in ieder geval fucking kut. Nou ja, het is fucking jammer. Maar we gaan nu gewoon weer even door. We gaan lekker winnen. Wat Larry en Laurie doet. Het is een soort van throwers. Zoals Dynamite, Barley, Sprout en Grom. Die een soort pet spant. Zoals Nita. Alleen die... Pet heeft een iets langere range dan die beer. Die Pet is een soort van gun. En die attacks van die gun doen 600 damage. Dat is niet heel veel. Het is niet heel bijzonder. Vooral wat goed is, is dat je hem 2 keer hit. Het is eigenlijk hetzelfde als Barley. Alleen je ziet het niet zoals Barley. Want bij Barley liggen die plassen dan op de grond als Barley een hit doet. Maar bij deze brawler zie je dat niet. Dus ineens na een seconde wordt er nog een hit gedaan. En dan denk je echt, what the fuck. En dan moet je daar echt even goed op letten. Oké, we zijn zilver 2, wat best leuk is. Ja, we hadden een winstreak vanaf 0 naar 950. Alles gewonnen, toen 2 keer verloren. En toen daarna een winstreak naar 1k. En toen net boven 1k weer verloren. Omdat allebei mijn teammates hun game uitviel. En ik dus speelde met 2 bots, wat heel raar was. Maar dat maakt niet uit. We hebben op 500 trophies ben ik tegen Zeta Carol gekomen. Dat is de wereldkampioen. Oh, dit is een leuke pot. Oké. Hyper is een goede speler. En hij heeft ook die nieuwe brawler. Dus we spelen nu tegen al die nieuwe brawlers. Dus dan kunnen we echt even een goede matchup ervan doen. Oké. Die nieuwe brawlers, een beetje irritant om tegen spelen. Ik zal wel voor mijn teammate gewoon helpen. Want het is... Kijk, die Angel wordt helemaal gedomineerd door mijn attacks. Die is al dood. Nice. Het is een beetje lastig om die te dodgen namelijk, wat heel erg chill is. Natuurlijk voor ons. Die gaat denk ik op mij jumpen. Moet ik even uit de buurt blijven. Oké, easy hit. Nog een hit. En wat de star power is, is dat mijn clone eigenlijk alle damage pakt. Dus als ik nu word gehit door bijvoorbeeld Charlie, dat zag je dat ik gehit werd, kreeg ik geen damage. Maar die damage werd gedaan op de clone. Als je het even goed wil zien, moet je even terugspoelen. Hier moeten we even gaan verdedigen. Dit wordt lastig. Ik denk dat we gewoon hier kunnen scoren. Heel erg mooi gedaan van mijn teammates. Oké, ik heb hem net op tijd weggeschoten. Wat ook top is. Angel, kom hier. Oké, nee, ik kill die guy helaas niet. Nu wel, denk ik. Nee. Ik ben gekilled door Vint. Dat zijn ook best wel prima spelers. Vint heeft 75k. Angel heeft ook 75k. Ik heb hun in mijn friend. Nou, trouwens Vint niet, maar ik ken hem wel. Ik heb Angel en Hyper wel mijn friendlist. Dus dit is sowieso een goed team. Hyper is de president van Brawl Kings. Oké, eens even kijken. We hebben sowieso een betere combo. Want kijk, dit is trouwens een gadget. Dan dash je hierheen en heal je een beetje. En dat had die Angel denk ik niet verwacht. Ik wou zeggen easy kill of zo. Maar dat is het echt niet. Toch wel dood. Nice. Misschien kan ik die kid daar ook nog even killen. Voordat hun daar gaan scoren. Nee. Okay, snel die bal pakken. Want ja, die... die brawler kan ik natuurlijk niet heel erg verdedigen. Die pet heeft ook echt hele kut movement. Het is een beetje heel raar te verdedigen. Oké, alsjeblieft. Teammate, kill die guys. Nee, hun scoren hier denk ik. Tenzij Ghost terugkomt en iets gaat doen. Nee, dat kon hij niet meer doen met de roughs tegen 3 brawlers helaas. Oké, ik krijg hier die roughs power op wat heel erg chill is. Dan doe ik gewoon 2000 damage per hit. Ik zal wel even doen wat we in het begin deden. Ik zal dan helpen met deze guy op lane even aanpakken. Ja, een mooie dubbel hit. Oké. Dubbel kill ook. Heerlijk. Eens even kijken hoe we hem gaan killen. Ik zal even erheen rennen. Nice. Dat doe ik eigenlijk niet echt om erheen te rennen. Maar omdat die brawler te healen. Je healt dan iets van 20% of zo. Ik weet het niet precies die nummers. Maar je healt best lekker. Dus dat is prima.
easy goal. Nice. Heel slecht verdedigd van hun. Maar ja, lucky van ons dat we daar hebben gescoord. Dit was een goed team. Ik kan wel even kijken hoe hoog Hyper zit met zijn brawler. Dit was zijn game voor 1000. Nee, laat maar. Dat was de game voor 1000 voor Vint. Hyper zat op 900. Oké, prima. Nou, wij zitten een stuk hoger. We spelen ook wel met een betere combo. Ik snap niet waar hij met een level 7 kit zou spelen. Maar ja, easy voor ons, denk ik. Zie ik liep bij het volgende potje. Oké, aangekomen bij het volgende potje tegen een Colt, een Jackie Rico. Hun hebben dus geen thrower, wat heel erg chill is. Waardoor ik gewoon eigenlijk echt lekker op die muurtjes kan gaan zitten. En heel erg veel damage kan gaan doen op hun. Mooie double kill. Nou ja, double hit, zeg maar. Het is echt een hele OP brawler. En het is ook een heel leuk om mee te spelen. Omdat je gewoon echt over iedereen heen loopt. Mooi. Dat heeft mijn teammate mooi gedaan met zijn super. Kan mijn andere teammate easy scoren. Oké, het gaat echt heel goed. Dat is top. Kijk of ik ook zo kan. Ja, je kan dus ook zo je gadget doen. Ja, ik was vol AP, dus dat hier heeft geen nut. Maar ik wou het gewoon even testen. Want dit potje winnen we denk ik toch wel. En anders heb ik nog 3 gadgets over. Nee, hij scoort toch niet, helaas. Het zal wel. Alright, easy kill. Ik kan lekker star player farmen door gewoon heel veel hits nu te gaan doen. Want star player word je echt bijna elke game met deze brawler. Even kijken. Nice. Als jullie trouwens dus een free rank 30 gaan willen, dan kan je zeker dat met deze brawler doen. Hij is nu voor €18 te koop. Ik zou jullie aanraden niet te kopen. Het is veel te duur, vind ik, voor een epische brawler. Maar over een week zal die nog steeds wel goed zijn. En dan kan je hem gewoon met credits krijgen. Kijk, ik heb hier ergens nog heel veel credits staan van die chroma credits dingen. Die moet ik ooit wel eens gaan claimen als er een nieuwe brawler is. Maar ja, dat heb ik dus nu niet gedaan, omdat ik hem gewoon wil kopen. Omdat ik video's wil maken voor de rang 30. Trouwens, we gaan het leuk doen. Ik heb nog een starter op gekregen net. Een rare starter op, zoals elke keer in mijn video's. Maar mensen, in ieder geval, volg mij op TikTok. Mijn TikTok is EendBrawlStars met een laag streepje. Mijn oude TikTok heette EendBrawlStars zonder laag streepje. Maar ik ben nu het wachtwoord daarvan kwijt. Dus ik heb nu een laag streepje in de naam gedaan, helaas. Dat is het verhaal daarachter. Sommige mensen dachten dat die fake was. Maar dat is toch wel echt. Ik heb er af en toe wel wat TikToks op gepost. Eentje had ook 75.000 views of zo al. Mijn derde TikTok die ik had gemaakt. Dus dat gaat zeker lekker. Tegen een Barley. Ja, Larry en Larry is dus een soort van betere versie van Barley, vind ik. Ik moet natuurlijk niet gedomineerd worden door die Barley. Hun lopen daar ook heerlijk in mijn schoot. Ik denk dat heel veel mensen hebben dus nog nooit tegen Larry en Larry gespeeld. Omdat die brawler pas 2 uur uit is. Waardoor het eigenlijk voor mij extra makkelijk nu is om te spelen. Wat wel heel erg in mijn voordeel is natuurlijk. Het is heel chill. Waardoor het echt een easy Rango push is eigenlijk. Rico. Rico is een beetje irritant vind ik om tegen te spelen. Maar ja, even kijken. Kan Vlammen naar scoren? Ja, hele mooie goal van mijn teammates. Moet er nog 1 potje voor rang 31? Dan maak ik gewoon de rang 31 video van dan in plaats van rang 30. Is wel zo leuk. Mensen, zie ik jullie bij het volgende potje. Aangekomen bij het volgende potje. Matchmaking gaat echt heel snel tegen een... dit is tegen Lucky, ik weet het zeker. Lucky zit op 1200 al met zijn Larry en Larry. En ik denk dat zijn titel is een accident. Dus deze spelers zijn sowieso heel goed. Daar moeten we echt voor winnen. Let's go. Ik pas hem wel even daarheen. Vlammen moet even iemand in de Shadow Realm doen. Het liefst die Larry en Larry. Dan zijn we daar lekker vanaf. Ik hit die guy daar. Hij haalt al heel snel zijn super. Ik niet. Maar ik heb nu eindelijk mijn super. Ook top. En dan gaan we lekker die Fang eens even aanpakken. Ja, die Fang kan hier helemaal niks tegen doen. Hij wordt gewoon gekilled. Easy. Ik denk dat we hier gaan scoren. Ja. Oké, top. Ik wou nog even tijd rekken. Maar dat is niet helemaal nodig. Let's go. Dit is echt... Het ziet er goed uit. Ik heb nog een super. Kunnen we hier gewoon die Fang weer gaan focussen? Ik denk dat hun weak point is van hun combo. Dat die Fang gewoon helemaal niks kan doen tegen Larry en Laurie. Nice, easy kill. En ja, hier scoren we. Oh, die brawler doet best wel veel damage. Nice. Best wel een easy win. Ik denk dat het een underdog win is. Even eens kijken. Nee. Maar we hebben wel de rang 31 binnen. Het was niet tegen Lucky, maar het was tegen... Een ander team wat ook op 1000 zat. Niet eens zo heel hoog. Wij zaten hoger. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Volg me op TikTok. Volg me op Insta. En check de rang 35 video die binnenkort uitkomt. Later, mensen.